Ahead in een sterke opstelling met alleen Lindhorst voor Jansana in de basis ten opzichte van de vorige wedstrijd in de competitie. Eindigde in 1-1 tegen Excelsior. Dit is een vrije trap. Overtreding op Edvardsen. Het gaat ietsjes minder met Go Ahead zo vlak voor de winterstop. 4 wedstrijden op rij zonder zegen. Dit is Rommens en daar is wel de voorsprong. Wel wat gelukkig om maar eens zacht uit te drukken, want de bal gaat via Niels Cornelis in het doel. De ongelukkige keeper van de treffers. Natuurlijk is de vrije trap mooi, maar dan ja, via de paal en Cornelis de bal erin. Beetje mazzel, maar daarna neemt Go Ahead wel de wedstrijd volledig in handen. Had een verlenging nodig in de vorige ronde. Nou, dat lijkt hier al heel snel klaar te zijn. Want zo zorgt er nog binnen 20 minuten voor dat het 2-0 is. 10-10-10 wordt er al geroepen. Dat is misschien wat overdreven, maar het gaat best lekker. Daar is Willemson. Nog maar eens Willemson. Balletje breed. Edvardsen. Ja hoor, 3-0. Te makkelijk eigenlijk. Oliver Edvardsen. En dus kan het 10-10-10 toch maar weer eens van stal worden gehaald. De treffers, de nummer 3 in de tweede divisie, wordt echt compleet overlopen. En komt hier goed weg. Prima redding van Cornelis. Waardoor So nog niet voor de 4-0 zorgt. Maar nog niet, want ja, je hebt toch het gevoel, die zit er wel binnenkort aan te komen. Willemson geeft hem mee. Kuipers geeft hem voor. En daar is hij. Edvardsen met zijn tweede. 4-0 Go Ahead Eagles. Zo doe je het als eredivisionist tegen een club uit de tweede divisie. Geconcentreerd, scherp, in een sterke opstelling. Dendrie eroverheen. Wordt het ook nog 5-0? Nee, want Cornelis pakt prima. Breum mist de kans. Kan de treffers dan nog wat? Nou, ze gaan in ieder geval wisselen. Direct na de rust wat nieuwe spelers erin. In de ploeg van Leroy Echtot. En dit is een van die nieuwelingen. Prachtige kopbal van Tim Waterink. Scoren op de Adelaarshorst. Het is een schitterende kopbal. Erg mooi. Maar goed, het is de 4-1. Het is een eretreffer. Een mooie eretreffer. Maar toch ook niet meer dan dat. Ook omdat Go Ahead geconcentreerd blijft. Willemson. En van richting verandert. Valt die bal er bijna in. Rommens, ja, had al een keer geluk met die bal via de paal. Geluk via de rug van de ploeggenoot. Dat was wat overdreven. Dit balletje van Rommens is goed. Daar is Edvardsen. Hij intussen in de ploeg gekomen. En daarmee is het 5-1. Wil een bal, want er is ook heugelijk nieuws voor de familie Edvardsen blijkbaar. En na Olivier scoort ook Victor Edvardsen dus. 5-1. Go Ahead haalde één keer de finale van de beker. Dat was in 65. De finale is nu nog wel eventjes weg, maar er wordt wel lekker gecombineerd hoor. Dit is mooi klaargelegd. Edvardsen geeft aan Baten. Ook hij invallen rondaf. En dan is het dus 6-1. Twee seizoenen geleden de halve finale van de beker nog gehaald door Go Ahead Eagles. Ja, de treffers hoopten natuurlijk op een stunt, hopen op een prachtige avond in de Adelaarshorst. Maar het is alleen maar een mooie afsluiting voor Go Ahead geworden. Want het wordt zelfs nog 7-1. Weer Baten. Eenvoudig. Heel eenvoudig. Ploeg van Haken door naar de volgende ronde.